MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV. En vandaag is het weer tijd voor een ludieke video en daar heb ik altijd zin in. Want ik heb Mark Haverkotte en Thibaut van Akker vragen over elkaar gesteld en die gaan ze zo meteen beantwoorden. Ik ben benieuwd. Oké, Mike, zonder wat kan Thibaut niet leven? Is dat A, gel, B, telefoon of C, koffie? Hij is ijdel, maar ik ga voor de telefoon. Alcohol, een telefoon of gel? Ik zou zeggen telefoon. Telefoon, is dat zo? Kan je niet zonder een telefoon? Ja, klopt wel. Ik denk ook dat de tijd waar we leven, heb je ook gewoon een telefoon nodig. Maar soms zit er iets te vaak op, dat is ook wel waar. Ik twijfel er wel tussen gel of telefoon, maar... Waarom gel? Is hij zo'n ijdel? Hij is redelijk ijdel. Hij zit nu bij mij in de kleedkamer, maar staat regelmatig voor de spiegel. Nou, ik had ook telefoon gezegd. Klopt dat? Ja. Okay. Wat is een van Thibaut zijn favoriete muziekstijlen? Is dat A, popmuziek, B, slagermuziek of C, jump up? Ik denk slagermuziek. Popmuziek, Nederlandse meezinger of Nederlandse rap? Nederlandse meezingers. Slagersmuziek? Heel goed. Is dat echt slager? Duitse slager? Of... Nee, gewoon ja, een beetje de toppers en zo. Van, zo, oké. Ik ben een keer naar een concert geweest van de toppers in de Amsterdam Arena. Geweldig. Ik zat in de twijfel tussen Nederlandse rap of ook een beetje van de Nederlandse meezingers. Ja? Maar toch gekozen voor de meezingers. Ja, goed. Klopt, ja. Hè? Ja. Welke muziekstijl dan, wat precies? Ik kan... John West, bijvoorbeeld. John West, ja. Lekker ding. Nee, ja. Wat is zijn favoriete eten? Ik denk rijst, kip en groente, denk ik. Ja, ik zou zeggen iets gezonds, omdat hij toen nu ook wel gezond bezig is. Maar ik denk dat zijn favoriete eten misschien iets meer ongezonder is. En dan zeg ik een soort van spijrips-achtige... Spijrips, biefstuk, zo van die dingen. Ja, ik dacht rijst, kip, groente, ja. Zei jij. Ja. Klopt dat? Ja, eet ik wel graag, maar het is niet mijn favoriete eten. Nee. Ik dacht ook eerder iets aan gezond. Ja? Omdat hij toch gezond bezig is, zoals ik al zei. Maar ik heb toch gekozen voor de spijrips. Meen je dat? Ja. Ja, dat klopt. Oh, ik ben goed hoor. Kijk dan. Ja, dat klopt. Wie is de favoriete speler? Is dat A, Kevin De Bruyne, B, oh ja, Axel Witsel? Die hoef ik de rest niet meer, te horen. En? Ja, Kevin De Bruyne. Ik heb gezien dat ze elkaar volgen op Instagram. Kevin De Bruyne volgt Thibaut ook, dus dat zal wel Kevin De Bruyne zijn. Onana, Allison of Buffon? Ah, dat is een twijfel, maar ik ga toch voor Onana. Ja, ik zat in de twijfel tussen Onana of Buffon. Maar ik heb toch voor Onana gekozen, man. Ja, dat klopt. En andersom? Ik had gezegd Kevin De Bruyne. Nee, jongen. Maar dat vind ik dus raar, want ik zit net een verhaal te vertellen dat jullie elkaar volgen op Instagram. Je weet dat de grote Kevin De Bruyne volgt niet zomaar iedereen. Dus ik denk, als jij daar geen Kevin De Bruyne zegt en hij mocht hij dit interview zien... Ah, oké, op die manier. Ja, de link is wel goed gelegd, maar mijn favoriete speler is Busquets. Wat zou Thibaut geweest zijn als hij geen voetballer was geweest? Naast dat hij misschien een eigen bedrijf probeert op te zetten, zou hij... misschien bodybuilder zijn of in ieder geval hij houdt ervan om in de gym bezig te zijn. Dus. Ja, dat is heel makkelijk. Ze is in de waterpolo belanden. Waarom? Ja, Mike heeft er wel een band mee, zeg maar. Hij doet het nu ook. Naast de voetbal doet hij ook in de waterpolo, geeft hij trainingen en zo. Dus er is wel een serieus boek van liggen waar hij zijn trainingen in opslaat, om het zo te zeggen. En daar lachen we wel met Koen Kostons en Luc Mares lachen we daar wel een paar keer om. Wat ik weer gezegd. Ja, waterpolo. Ja, dat kunnen waterpolo weinig coach. Anders zijn. Ja. Omdat hij redelijk intelligent is, had ik gezegd dat hij wel misschien een eigen onderneming zou hebben. En daarnaast, je ziet zoveel in de gym, had ik gezegd, bodybuilder. Ja, dat is goed. Echt waar? Nee. Wat was het? Nee, ik had geantwoord waterpolo coach. Had ik geantwoord. Dat jij dat zou worden? Op mijn vraag. Op de vraag die ik kreeg. Ja, konden we samen misschien een team beginnen. Ja. Wat is volgens Thibaut een bijzondere gewoonte van zichzelf? Misschien iets met zijn ezels? Of is dat niet, klopt dat niet? Ik weet dat hij ezels heeft en dat hij daarmee wel eens in de weer kan zijn. Maar of hij een andere bijzondere gewoonte van hem, geen idee. Ik denk dat Mike... graag zichzelf ziet in de spiegel. Een bijzondere gewoonte had ik.
had ik gezegd dat Mikey wel iemand is die nogal graag in de spiegel kijkt. Dat is zo verschrikkelijk. Ik had iets met die ezels bedacht. Oh ja. Maar... Ezelsvoeteren. Ja. Ik wist dat niet. En toen waren we een dag vrij, dus ik was thuis in Utrecht. En hij was ook thuis. En toen kreeg ik ineens een foto van twee ezels die hij zag vanuit zijn woonkamer. Ja. Zie je niet vaak. Als Thibaut een papegaai als huisdier had, wat zou hij dan hem willen leren zeggen? Heet jij soms Google? Want je hebt alles wat ik zoek. B. Is dat een masker of ben je zelf zo knap? Of C. Heb je mijn mouwen, want je maakt mijn body warmer? Ga ik voor antwoord C. Thibaut heeft een vriendin nodig. Sluit aan, benen dicht. Waar blijven de spare ribs? Sluit aan, benen dicht. Ja, de eerste vind ik wel, wel mooi, maar ik ga toch voor die tweede. Van sluit aan, hou die benen dicht. Sluit aan, benen dicht? Ja, klopt. Ja? Ja. Dat is goed. Nee. Zou dat een hoop, hoop kracht kosten, hè? Wat had je gezegd? Antwoord C. Ja, klopt. Wat zit hier matig in, zeg. Mooi. Welke tweet heeft Thibaut niet gepost? Work harder, play harder? Als ik je niet antwoord in sms, waarom blijf je dan sturen? Wat ik sexy vind, meisjes met gescheurde broek. Die tweede heeft hij sowieso gepost. Ik denk dan dat hij antwoord C niet heeft gepost. Ik ben vrij dit weekend. What to do? Iemand een leuk plannetje? Oh mijn god, het is koud buiten. Of FIFA 13, wie durft? Ja, dan zou ik voor die tweede gaan. Oh mijn god, het is koud buiten, dat kies je. Ja. Die laatste, want die tweede ben ik vrij zeker van. Dat hij die wel eens heeft gestuurd. Oh. Ja, dan zit je weer over de vrouwen te kletsen. En dan klopt dat een beetje op bij jouzelf. En dan Twitter een mooi uitdrukking. Maar ik denk wel dat hij die lang geleden heeft verstuurd. Is dus niet van... Recent? Recent, nee. Nou, wat je niet hebt gepost is work hard, play harder. Oh nee? Nee, ben je gek. Wat zei je? Als je niet antwoordt in sms, waarom blijf je dan sturen? Had je een stalker of zo of een vriendinnetje wat achter je aanliep? Nee, ik heb echt geen flauw idee. Ik zou het graag willen zeggen, maar ik heb echt geen flauw idee. Als die camera uitgaat, zo, dan begint hij waarschijnlijk. Ja, ik kan me niet inbeelden dat ik zoiets op Twitter gooi. Dan was ik wel heel erg aan het puberen, denk ik. Ik had van, wauw, het is koud buiten. Ja. Het is FIFA 13, wie durft. Dat heeft hij niet gezegd. We waren jong, ja. Ja, ik moet niet zeggen, ik ben nog erg blijkbaar. Ja. En dan de klassieke vraag, die hebben we stellen van iedereen. Weten jullie dat al? Welke vraag zouden wij aan iedereen stellen bijna? Wat kwam er eerder, het kip of het ei? Ja, het kip. Ja, waarom? Ja, ik ben er eigenlijk vrijwel van overtuigd. Hij is weer overtuigd. Ik heb er geen theorie voor, maar ik denk dat kip eerder is. Maar voor een kip moet je toch een ei hebben? Ja, maar kip komt van ergens toch? Ik denk dat het heeft met iets te maken, maar... En jij, Mark, wat denk jij? Ik zeg het ei. Ja, waarom? Ja. Anders kan die kip nooit... een kip komt uit een ei, dus het is wat mij betreft vrij duidelijk dat er eerst een ei lag en vervolgens de kip. Ja, bedankt voor het meedoen. We sluiten mee af. Wie zou de volgende keer op jullie plaats moeten plaatsnemen? Ik denk de tweeling. En dat is? Wie is dat? Ja, Koen Kostons en Luc Maris. Als je deze ook in de stoel krijgt, dan heb je ook fantastische tv. Ja, waarom? Ja. Zijn die onafscheidelijk? Onafscheidelijk van elkaar, die twee. En, ik weet niet of ze ook een beetje kritisch op elkaar durven zijn, want tot nu toe dekken ze elkaar altijd. Maar ik denk dat je een mooie tv krijgt als je die twee hier neerzet. Precies. Oké, dankjewel. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.